Ja, je hebt je kleding afgestemd op de doek wat eraf gaat. Een beetje wel eigenlijk. Let's go. Final color will be Rossa Magma. Krijg je de eerste achterkant erop? Ja. Yep. Waarschijnlijk hebben die dan nog nooit geplakt. De mannen van Absolute Motors belden mij, ze hebben iets leuks. Nou, daar ben ik altijd voor in, maar in dit geval ja, iets wat echt wel een beetje bij me past. En dat staat, tenminste, dat hebben zij dan gezegd, staat hier achter de gordijnen. Ze gaan we opengooien. We proberen niet te slopen de boel. Moet nog onthuld worden, natuurlijk. En volgens mij, de trouwe kijkers en volgers van Absolute zouden al wel een klein beetje moeten weten wat het is. Maar ja, we gaan je meenemen. We gaan straks onthullen. We gaan het natuurlijk niet alleen doen, want het is veel leuker om dingen te delen met de wereld. Niet alleen in de video, maar ook gewoon fysiek het doek eraf trekken. Dus ik ga iemand erbij vragen. Ik ben hier bij BMW Dubbelstein en Céline is er ook. Die kan ook wat uitleggen over de samenwerking en waarom we dan hier staan. Behalve voor ja, die mooie auto, de goede koffie, de gezelligheid, gaaf dealerpand. En dit ding. Waarom zijn we hier? Waarom is die samenwerking er? Dus... Yes, hi! Yes. Céline is in beeld. Ja, je hebt je kleding afgestemd op de doek wat eraf gaat. Een beetje wel eigenlijk, hè? Ja, zou je het zeggen? Nou, voordat we er verder op ingaan, wil ik hem eigenlijk natuurlijk heel graag eerst eens aan je laten zien. Dan weten we waar we het over hebben. Dus samen eraf. Laten we het doek eraf halen. Leuk? Ik vind het altijd het leukste om vanaf achter zo in één keer eraf te trekken. Ja, het leukste effect. Let's go. En hopen dat hij niet ergens blijft haken op een spoiler of zo. Ja, ik wist een beetje wat ik zou kunnen verwachten, maar dit is toch wel weer gaaf. Ja, hè? Dit is ja, hè? Echt even heel anders. Heb jij het uitgezocht? Mijn vraag. Sorry? Heb jij het uitgezocht? Ja, ik heb hem ook helemaal samengesteld gedaan. Nee, dat helaas niet. Inspiratie komt zeker niet bij mij vandaan, maar ja, als je het mij vraagt, is het wel goed genoeg. Heel leuk. AZ Schnitzer, BMW M4. Gaan we zo even hebben over de auto, maar eerst even samenwerking, Dubbelstein, ja. Absolute Motors. Ja, hoe dat een beetje tot stand is gekomen. Ja. Nou, als je het mij vraagt, twee prachtige merken hier binnen Rijnmond die eigenlijk bij elkaar zijn gekomen. Al decennia lang bieden wij eigenlijk M-Performance Parts aan en BMW Individual. En wat we nu de laatste tijd zien in topsegmenten, je ziet dat die vraag gewoon enorm groeit naar echt iets specifieks. Men wil tegenwoordig iets unieks. Ja. En dat is wat we eigenlijk op deze manier proberen te doen en tot stand willen laten komen. Nou, waarom dan specifiek deze M4 natuurlijk? Dat die vraag zal ongetwijfeld ook komen. Dat het een lekker ding is. Ja, dit is natuurlijk al een supercar als je het mij vraagt van zichzelf. Heeft eigenlijk niet veel nodig. Maar ja, eigenlijk leent hij zich er ook wel heel erg weer voor om er wel echt die specifiek en net die extra twist eraan te geven. Dus dat is eigenlijk waarom we voor deze auto hebben gekozen. Ja, en als je het mij vraagt, is het best heel goed gelukt. Ja, om er wat niets van te maken. Ja, zeker. Ja. Moet even hebben over de aanpassing natuurlijk. Ja. Aan de mooie M4. Ja, er is genoeg aan gedaan. Dat is één wat zeker is. Yeah. In ieder geval begonnen met inderdaad een splinternieuwe kleur. Ja. Satin ice titanium. Jij weet hem in één keer. Ja. Grijs, zei ik. Ja. Maar het is wel een beetje rolbevestigend dat de vrouw dan de kleur vertelt. En, Ja, en dan denk ik dat we beter naar jouw kant over kunnen gaan voor wat meer technische ins en outs. Ja. Dat is niet helemaal... Nee, nou, ik leen me er graag voor. AC is niet natuurlijk bekende tuner, BMW-wereld. Doet dat ook al heel erg lang. Wat ik persoonlijk erg gaaf vind en wat ik zeker een voordeel is bij nieuwere auto's. Fabrieksgarantie nemen zij over. Dat is echt wel een unicum. Heel veel tuners doen dat natuurlijk niet. We hebben allerlei optische aanpassingen. Dit soort dingen op de motorkap, de kanaars en de splitter voor. Andere velgen, daar zijn er ook overigens keuzes in. Hij is gewrapt, hij is in sommige delen ook gespoten. Dit is nu helemaal Hoogland zwart bijvoorbeeld. En aan de achterkant, toegegeven, het is niet mijn favoriet, maar het maakt de auto wel af.
deze spoiler, het is wat heftig, hè? Maar ja, weet je, het geeft ook wel weer een beetje cachet. Wat ik absoluut wel heel gaaf vind, is die diffuser. Hier ook met ACS Sport erin. Volgens mij kan je daar ook nog iets van een mislicht of iets dergelijks in wisselen, mocht je dat willen. En dan zie je ook meteen ander uitlaatsysteem van ACS Schnitzer. Volledig uitlaatsysteem. En ja, we hebben die regel natuurlijk bij Autoblog, hè? Dat iedere auto wordt beter met 100 pk extra. Nou, dat is dus exact gelukt. Want deze BMW M4 Competition heeft nu dankzij ACS Schnitzer en Absolute Motors 610 pk. En hoe dat is, ja, dat zie je straks als ik een klein stukje mee ga rijden. Our F8 in Largo is being painted at the moment, and whilst it's there, it's going to have 7 layers of paint, and the final colour will be Rossa Magma. The Enlargo is in front of me and it is officially back from the paint shop. We have already started work to start building it back together because we have little over a week to have this car ready for the day one show, transported there and on a stand to reveal to everyone. A brand new car has arrived at Absolute Motors for a full body expo. Dennis, achterscherm van de nieuwe GT4 RS. Ja, wat vind jij ervan? Van deze dik ding. Nieuwe Porsche. We krijgen natuurlijk vaker de nieuwste modellen hier. Dus dat is wel heel vet om aan te werken als een van de eerste. Dat kunnen niet heel veel mensen zeggen. Nee, zeker niet. Maar deze is ook wel heel mooi gespekt hoor, deze. Ja, groot onderdeel nou, achterscherm. Ja, maar dat lukt ons wel. Alles exterieur is er dan volledig in de X-Pel. Moet ook eigenlijk wel, hè, met zo'n auto. Eigenlijk wel. Ik zou ook niet gaan voor een frontje alleen. Nee. En met zo'n spek? Zeker niet. Dan zou je alles moeten doen. Krijg je de eerste achterkant erop? Ja. Toppie. Vandaag met Patrick, Kenneth en Rico op pad, onderweg naar circuit Zolder. Daar gaan we natuurlijk weer even kijken bij de race van Senna van Zoelen. Die rijdt in de Fiesta Cup, wellicht heb je het al een keertje gezien. Hij komt vaak bij ons voorbij op onze socials, op Instagram, maar ook op YouTube. We zijn al eerder bij zijn race geweest kijken. Vorige keer heeft hij niet die P1 kunnen pakken, maar dat bleek dus omdat hij een kapotte turbo had. Nou ja, die turbo die is vervangen, het vermogen is weer zoals de oude. Dus hij maakt kans om eerste te worden. Nou, de eerste race Senna van Zoelen op Zolder in de Fiesta Cup. Ja, gezonde spanning bij mij, laat staan bij Senna natuurlijk. Ja, super spannend, want hij moest zich gewoon volledig naar voren vechten. En dat is voor ons als kijker langs de zijlijn is dat natuurlijk heel leuk om te zien. Thank you.
Hij heeft geprobeerd, denk ik. Lekker. Lekker. Gefeliciteerd, jongen. Helemaal goed. Kom uiteindelijk de laatste ronde. Oh mijn god, dat was hier eng. Ja. Was zo. Ik denk, oké, dat wordt het niet meer. Ja, je verremde je daar. Nee, ik verremde me niet. Ik kijk die achterkant. Achterkant krom. Oké. Okay. Uiteindelijk... In de 24, Senna, Fossi. Uiterlijk vertoon, want ja, ook wel even een paar serieuze hardware upgrades. Motorisch, ja, 100 pk erbij, dat is gewoon lekker, dat voel je. Het gaat van 510 naar 610 pk in deze uitmonstering, dus het software van A6 Schnitzer, uitlaat van A6 Schnitzer. Newtonmeters van 650 naar 750 newtonmeter. Ja, je hebt het niet nodig, maar het is wel lekker. En die uitlaat die klinkt ook echt wel wat ruiger. Oh, even iets harder. En wat ik wel geinig vind, moet ik even een moment vinden waar ik dat echt even kan demonstreren. Die bak lijkt ook anders te schakelen. Ik hoor dat gewoon anders, maar als je... Dan moet ik zo eventjes rustig rijden, al even door de toer heen halen, dat je hem hoort opschakelen. Onderstel, ook ietsjes aangepast, wat verlaagd. En dan kan je je zorgen maken over dat het te hard wordt. We komen nu toevallig een drempel tegen. Maar dat valt dus wel mee. Ze zijn wel hele goede vieren die ze hebben toegepast. En wil jij nog rijden? Deze zomer nog, zou ik bijna zeggen. Hij staat te koop bij Absolute Motors en Dubbelstein. Race at my own pace, at my table, always say grace. Holy Father up in heaven, yeah, that's how we pray. You need faith to please God, reach out, reroute your way of thinking. What if I told you that you were dated like Pinkett? If I drove a Lincoln, would you think so different of me? Hope a Bentley and identity would never coincide. I think the enemy would try to catch up some flashy running by. Yeah, they want a piece of the pie, but I'm not willing to divide unless I give it the tithe. Y'all be acting so divine, more like hypocritically. If Jesus came up to your table, would you give him a seat? It's Friday and we are still underway working on the Enlago. Now we've put in a hell of a lot of overtime to get the car to this stage and make sure that we are going to have it ready for the show. Now we have the front of the car on, the rear of the car and the amazing wing mirrors. So most of the big jobs are done. It's really just the fine tuning for the next week to make sure it's 100% perfect and show ready. Natuurlijk een heel spannend project. Waarom is het spannend? Omdat we last minute de auto hebben moeten afbouwen voor de beurs, Day One World of Cars. We moeten hem nog officieel onthullen, dat gaan we binnenkort doen. Maar de mensen die ons bezocht hebben bij Day One World of Cars, die hebben natuurlijk de auto kunnen bekijken. Ja, wij vinden hem zeer geslaagd, maar ja, binnenkort laten we wat meer zien. Krijg je de eerste achterkant erop? Ja, toppie. Hoe lang doe je eigenlijk al X-pad plakken dan? X-pad? Ik denk nu bijna 8 jaar al bijna weer. 8 jaar? Ik ben toen begonnen als detailer. Maar ik werd een beetje gek van het elke dag met een zware poetsel in je handen te lopen. Toen ben ik overgestapt naar X-Pel. Ik kreeg een cursus aangeboden en dat heb ik eigenlijk gedaan. Het was nog maar een 2-daagse cursus.
Oh ja, dat is nou een 4. Nu is het al 4 voor mij. Die heb jij toen laatst nog gedaan. Ja. En mijn eerste auto was voor mij een Ferrari FF. Daar moest ik het op leren. Maar gelijk in diepe gegooid. Behoorlijk. Dat was wel even pittig. Vooral in je eentje toen de tijd. Ja. Maar de folies worden ook steeds beter. Steeds mooier, verwerkbaarder. Ja, hè? Was bij deze nog eigenlijk echt een uitdaging? Ik bedoel, Porsches is natuurlijk, we krijgen er best veel. We krijgen natuurlijk altijd nieuwe auto's. En hoe nieuw de auto is, waarschijnlijk hebben die dan nog nooit geplakt. Dus elke nieuwe auto is eigenlijk dan altijd weer een soort van uitdaging. Ja. Om het zo mooi en netjes erop te krijgen. Toch de vorm, hè? Zeker. Ja, die moet toch weer. Zet toch vaak weer nieuwe vormen. Ook al lijkt het bij Porsche niet zo, maar is het toch wel iets anders. Maar Ryan, je bent nu ook een jaar bezig met PPF. Ja. En wat vind je tot nu toe weer ervan? Heb je een beetje oude uitdaging wel of valt het tegen? Nou, het wordt in principe natuurlijk steeds leuker naarmate je wat zelfstandiger wordt. Ja. Dat is gewoon een feit. In het begin was het natuurlijk wel heel interessant, maar kon je zelf eigenlijk weinig uitvoeren. Ja. Je meer leren was en kijken. Ja. Maar nu... Inderdaad, een klein jaartje echt fulltime bezig en dat wordt wel steeds leuker. Ja, hoe meer je het in de vingers krijgt, hoe leuk het eigenlijk wordt. Ja, ik heb het wel onderschat. Ja. Het is moeilijker dan dat het er soms uitziet, ja, maar dat zeker. Is met heel veel dingen natuurlijk. Ja. Er zit voor mij een stuk meer uitdaging in dan mijn vorige functie. Ja. En dat maakt het wel heel erg leuk om te doen. Nou, dus een van de laatste delen, Dennis. En dan kan die... beschermt hem wel de weg op. This is the first GT4 that we've seen here at Absolute Motors, and we hope to see many more in the future. Race 1 is natuurlijk super goed verlopen, volledig naar voren geknokt. In race 2 krijg je de normale start, dat houdt in. Hij is als tweede gekwalificeerd op de zaterdag, dus op de zondag gaat hij ook als tweede starten. Dus dat is wel een voordeel ten opzichte van de vorige race, waar hij reverse grid moest doen. En ja, dat ging eigenlijk al zo goed, dus eerste plek. Thank you.
Zo, de dag zit erop. Ja, Senna heeft fantastisch goed gepresteerd, want hij is 2 keer tweede geworden, maar in zijn eigen divisie is hij 2 keer eerste geworden. Dus eigenlijk gewoon een fantastisch resultaat dat hij heeft gehaald. Ja, een lange dag geweest. Ondertussen even geswitcht van de auto. En wij mogen nu met de GT3 naar huis. Vol AK. Dus dat is niet verkeerd. Een tijdje geleden hebben jullie gezien dat wij een rib aan het customizen waren. Nou, 3 keer raden, die rib is klaar. Vandaag zijn we in Nauw Weiland samen met Rivold Custom Boat om deze rib te lanceren. Lekker weer, fijne mensen, vrienden van het merk. We gaan zo het water op, een rondje gas geven. De Revolt Rip, samenwerking tussen Revolt en Absolute Motors. We hebben hem afgerond, zo goed als. We hebben hem te water gelaten en we zijn natuurlijk met een aantal klanten gaan varen. Dat is natuurlijk een superleuk moment, op het moment dat je al eigenlijk misschien wel bijna een jaar met die boot bezig geweest bent. Interieur is gedaan, motoren zijn gedaan, 900 pk. Ja, een bizar ding, dus niks is leuker dan hem ook echt in het water gooien en met klanten op pad gaan. En dat hebben we dan ook gedaan. We zijn op de jaarbeurs Utrecht. Het is een beetje rumoerig, want iedereen is een stand aan het opbouwen. Hier is het nog leeg, om ons heen al wat verschillende dikke auto's. Ja, zo ook onze stand. Wij hebben nog een paar puntjes op de i te zetten. Dus we gaan auto's goed zetten, we gaan wat velgen, accessoires, koffiebar, heel belangrijk, meubels. Alles gaan we klaarmaken voor de beurs van komend weekend.